Underneath the mango tree, me honey and me. Welkom bij Testen, mijn naam is Tess. En vandaag zijn we een beetje in de vakantiesferen met de vraag van JJ Boske. Hoi Tess, vanuit het drukke Delft is mijn vraag aan jou. Wat is de beste remedie tegen hete pepers? Heel veel succes met testen. JJ, dankjewel voor je vraag. Ook heel erg herkenbaar. Een jaar geleden was ik met mijn vriend op vakantie naar Thailand. En dan zei ik, no spice please, no spice. En zei ze, okay, no spice. En vervolgens zaten er toch nog twee van deze vriendjes in. Wat moet je doen als je hele mond in vuur en vlam staat? Dan heb je niet meer zoveel capaciteit om na te denken, want je wil gewoon water. En dat is omdat de capsaïcine, de werkzame stof in pepers, dezelfde zenuwen prikkelt als normale hitte. Dus jouw lichaam wilt water. Maar die stof, die capsaïcine, lost niet op in water. Dus het werkt helemaal niet. Maar de vraag is dan, wat werkt dan wel? Ik ga gewoon een hap nemen en dan ga ik het proberen. En dan wacht ik tot het weer weg is getrokken, dan neem ik nog een hap. En dan ga ik iets anders proberen. En aan het einde van het verhaal weten we als het goed is wat het beste werkt. Oké. Niks aan het handje. Ik voel helemaal niks. Nee, wat is dit voor neppeper? Heel goed. We gaan eerst wat melk proberen. Ja, het voelt nu heel erg. Ik heb ook een hele peper opgegeten, joh. Instant verzachtend effect. Echt als een motherfucker aan het branden. Holy fucking shit. Zolang de melk in mijn mond is, ben ik oké. Misschien dat pepers laten inwerken, maar... Oh my god. Oh, dat is fucking veel pijn, gek. Kijk, ik had heel veel vol. Kloekkoek. Chillen aan de melk is dat je hem in je mond kan houden en dat het dus constant die verkoeling geeft. Maar ik moet wel zeggen dat terwijl ik dit aan het eten ben, ik het gevoel heb dat de pijn iets meer draaglijk wordt. En dit spul helpt dus omdat het vettig is. En die capsaïcine die lost heel goed op in vet. Deze werkt. En het fijne aan de melk is dat als je hem in je mond laat rollen, het gewoon constant een beetje weg is. Zodra je hem doorslikt, voel je wel weer een beetje prikken. Maar dit is een hele fijne. Kloekkoek is heel fijn, omdat je echt merkt dat het overall effect minder wordt. Dus terwijl je hem kou hebt, dan voel je het wel de hele tijd prikken. Maar je merkt wel dat het prikken minder wordt. Ik lijk wel helemaal gek. Maar we hebben nog twee producten die we willen gaan testen. Dat is de witte rijst en het biertje. Maar aangezien het effect van die eerste peper door de kloekkoek en de melk een beetje is afgenomen, moet ik nog een beetje bijnemen. Oké, ik ga dit gewoon snel doen, dan hebben we het gehad. Ik pak gewoon de bovenste kant meteen. Heb ik meteen het ergste gedeelte. Hop. Oké. Ja. Ja. Ah. Ik heb geen opener. Zorg ervoor als je pepers eet dat je een opener hebt, anders word je helemaal lijp. Jesus fucking Christ. Oh, thank God. Oh, heaven. Ja,
eerste slokje is heel lekker. Maar het wordt erger naarmate je het gedronken hebt. En ik weet heel toevallig hoe dat komt. Dat komt omdat er ook water in alcohol zit. En die peper, die lost niet goed in water. Dan wordt het er eigenlijk alleen maar erger van. Gelukkig hebben we nog de rijst. De rijst heeft lange moleculen, net als de werkzame stof van de peper. En dat zou moeten helpen. Oh, hete. Hete rijst. Als ik met mijn kotsen. Ik zou eten, ik moet volgens mij gaan overgeven. Godverdomme. Ik voel me niet goed op de kolen. Nee. Mijn buik is helemaal verslag. Deze test heeft echt heel veel van mij gekost gewoon, oké? Dit was echt commitment. Als ik mijn advies zou moeten geven van wat het beste werkt tegen een hete peper, dan is het de kroepkoek. Daar neem ik nog één stukje van. JJ, dankjewel voor je vraag. Ik voel me weer heel erg vrouwelijk en een proper persoon, zeg maar, in mijn leven. Nee, grapje. Ga je naar een warm land waar ze pepers hebben, neem de kroepkoek mee, want dit heb je echt nodig in je leven. Goed, dit was een hele hete aflevering van testen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet natuurlijk niet te liken. En vooral, nog belangrijker, te subscriben. Dankjewel. Doei. Dit is Lisa. Hey, hallo. Dit is mijn tweelingzus, 20 minuten ouder. Ja. Omdat je er diabetes van krijgt. Ik vind het wel grappig met onze gesprekken. Dat wij soms ergens verdwalen in een gesprek. En dat we eigenlijk niet weten hoe we er eigenlijk terecht zijn.